Hoi allemaal, ik ben Arthur Kraagsman, meester Arthur. En in deze video ga ik wat vertellen over hoe jij de ontwikkeling van kinderen kan stimuleren via spelen, via het spel. Als pedagogisch medewerker heb ik er elke dag mee te maken. In het onderwijs wat minder, maar eigenlijk vind ik dat het daar ook zou moeten. Namelijk de interactievaardigheden, waarop eigenlijk gemeten kan worden. De vaardigheden die je zou moeten hebben om met kinderen te werken, zodat de kinderen ook kunnen ontwikkelen. In een veilige omgeving. Die interactievaardigheden, daar begin ik even mee. Want het ontwikkeling stimuleren van kinderen, dat is één van die interactievaardigheden. Maar wat zijn ze dan allemaal? Nou, je hebt basale vaardigheden, hè, de basisvaardigheden. Dat is sensitief responsief zijn. Voel jij de kinderen goed aan? Weet jij wat het kind nodig heeft? Structureren en grenzen. Geef jij de duidelijke kaders aan waarbinnen de kinderen respect voor de autonomie kunnen krijgen, namelijk de derde basale vaardigheid. Die drie basale vaardigheden zijn heel belangrijk in het opvoeden en het begeleiden van kinderen. Oh, ik ging te snel. Educatieve vaardigheden heb je namelijk ook. Dat zijn de vaardigheden waarmee we als volwassenen de kinderen stimuleren om hun cognitieve ontwikkeling te verbeteren, lichamelijke ontwikkeling, sociale ontwikkeling. Nou, welke zijn dat dan nu op dit moment? Dat is praten en uitleggen. Stel je voor dat je een boekje leest, dat is niet alleen het voorlezen, maar bijvoorbeeld ook vragen stellen. Hè? Het kind stimuleren om ook te gaan praten. Maar zelf praten en uitleggen is natuurlijk heel belangrijk. Als een kind heel veel woorden hoort in zijn leven, zal die ook een grotere woordenschat hebben later. De ontwikkeling stimuleren, daar ga ik in deze video dus wat meer over vertellen. Hoe je dat via spel kan doen. En de interacties begeleiden. Interacties begeleiden gaat erom dat jij dus bijvoorbeeld een stapje terug doet op het moment dat er een conflict ontstaat. Om het kind te laten oefenen met hoe kan ik dit nou eigenlijk oplossen. Natuurlijk vraagt dat ook begeleiding. Maar soms grijpt een opvoeder te snel in en heeft het kind dus helemaal geen oefenmogelijkheden meer om in een conflict situatie of in een andere situatie te kijken hoe die het zelf kan doen. Of samen kan oplossen met die ander. Nou, dat zijn de interactievaardigheden zoals ze nu in de kinderopvang worden gehanteerd. En die ene ontwikkeling stimuleren ga ik er dus eventjes uithalen. En daar ga ik dieper op in. Maar wat is leren nou eigenlijk? Nou, leren zoals ik dat bij de ontwikkeling van een B3 school heb geformuleerd met z'n allen. Dat gaat om ontdekken. Om onderzoeken en om ondernemen. Die drie O's, dat is voor mij leren. En spelen. Spelen vind ik ook leren. Het spel en in het spel, dus is genoeg literatuur over geschreven. Daar leer je al die vaardigheden. En wat is spelen dan? Spelen is procesgericht. Dat gaat niet om het einddoel. Het gaat niet om de tekening die klaar is. Het gaat om het tekenen. Het gaat niet om de dans die klaar is, het gaat om het dansen. Het gaat niet om de eindstand van een wedstrijd, het gaat om het spelen. Procesgericht. Het gaat altijd vanuit het kind, intrinsiek. Het gevaar wat we nu vaak hebben op scholen is dat ze spelend willen leren, maar het is verplicht vanuit de leraar. Als het kind niet meedoet, krijgt het bijvoorbeeld straf. Dat heeft dus niks met spelen te maken en het kind weet dat donders goed en dan haakt hij natuurlijk helemaal af. Spel moet vanuit het kind zijn, vanuit intrinsieke motivatie, eigen motivatie. Als dat niet zo is, is het geen spelen. Dan is het werk, zoals het vaak wordt genoemd op scholen. En volgens mij hebben we een wet waarin staat dat kinderen helemaal niet mogen werken. Ontwikkelingsstimulerend. Spelen, dat stimuleert ook die ontwikkeling. Want je bent lichamelijk aan het bewegen, je bent sociaal, emotioneel bezig met elkaar, met jezelf, hè, je eigen kunnen, maar ook met de groep. Kijk maar naar de hersenwetenschappen. Door te spelen, door vooral buiten te spelen, elke keer nieuwe dingen te ontdekken, zijn er bepaalde zaken in je hersens. Meneer Scherder kan dat nog veel beter uitleggen dan ik. Maar die veroorzaken juist ook dat cognitieve vermogen, ook dat sociale vermogen, waardoor je bepaalde dingen juist beter kan remmen. Bijvoorbeeld je impulsbeheersing wordt beter. Empathie leer je. Dus het zijn heel veel belangrijke ontwikkelingen die juist via spelen geleerd worden. Nadoen
is natuurlijk heel belangrijk. Als we niet nadoen, leren we ook geen taal, leren we ook niet lopen. We willen dat ook. Een rollenspel, en met rollenspel leer je dus die empathie, is heel belangrijk in spelen. Doen alsof. En je weet dat het een spel is. Het is maar een spelletje. En daarom is het veilig. He, zolang die veiligheid gegarandeerd is, dan is het spelen. Je kan vrij spelen en je kan begeleid spelen. En natuurlijk is begeleid spelen ook fijn, want een hockeywedstrijd met je eigen regels, dat gaat natuurlijk niet. Of een voetbalwedstrijd waarin elk team zijn eigen regels mag bepalen, dat gaat niet. Je hebt met sommige spelen heb je regels. Je kan ook met de groep die regels bepalen en dat is het mooie van spelen. Stel je voor dat je oorlogje speelt met een hele groep jongens. En dat hoort er ook bij, hè? Dat soort spelletjes zijn spelletjes. Het is veilig. Maar stel je voor dat je dan met elkaar afspreekt, als ik jou doodschiet, blijf je 5 seconden liggen, dan gebeurt dat ook. En als het niet gebeurt, wijzen ze elkaar erop aan van, hé jongen, jij blijft maar 2 seconden liggen, we hadden afgesproken 5. En zo leer je dus ook, hè, het sociale stukje te ontwikkelen. Maar hoe begeleid je nou spel, hè? Hoe doe je dat dan? Doe je dat dwingend, zoals vaak op scholen toch gebeurt, zoals ik dat zie? Want dan is het geen spelen meer. Want in spel moet je ook vrijwillig kunnen zeggen, ik doe mee. Maar ook vrijwillig kunnen zeggen, jongens, ik kap er mee. Want dat is wel goed zo, ik heb geen zin meer. Verschillen laten bestaan. Dat is gewoon heel goed om wel te doen. Want iedereen is anders. En dat benadrukken, dat is heel belangrijk. Dat kan je bijvoorbeeld al zien in de meervoudige intelligenties van Howard Gardner. Die heeft een enkele verschillende intelligenties. Dus niet alleen taal of niet alleen rekenen, maar ook muziek. Ook spiritueel zit er zelfs bij. Mensen slim, lichaams slim. Je hebt heel veel verschillende slimheden. En als je dat beseft, dan is een kind dus niet dom als hij niet kan rekenen of niet goed is in taal. Maar dan is hij anders intelligent. Misschien wel heel gevoelig. Misschien wel op een andere manier hoogbegaafd. Dat is ook weer een label, hè? Pas op. Maar als je maar de goede en duidelijke hoge verwachtingen hebt naar het kind toe. En het moment dat je die verwachtingen uit en hebt, dan zal dat kind dat ook voelen. Dus als jij weet, oh, dit kind is anders, juist heel goed in muziek of juist heel goed in sporten. Dan zal dat kind dat ook ervaren en voelen dat je dat het hele kind herkent. Want daar gaat het natuurlijk om. Je hebt dus verschillende slimheden, bewegen, muziek, natuur, beeld, talig, zelf slim, samen slim, rekenkundig en bestaansslim. Je hebt natuurlijk een verschil tussen jongens en meisjes. En dit zijn alleen maar een paar voorbeelden die ik nu heb gezet. Elk mens is anders. Vanaf dat je in de baarmoeder zit, stel dat je een tweeling bent, dan maak jij al andere dingen mee. De ene foetus en de andere foetus zijn niet op dezelfde plek. Ze zullen verschillende dingen horen. Vanaf dat moment ben je al anders. Dus elk mens is anders. Je hebt altijd je eigen ervaringen. En dat moet de opvoeder, de begeleider, begrijpen. En als je dat begrijpt, dan weet je ook dat je niet 30 kinderen hetzelfde jasje aan kan trekken. Dat gaat helemaal niet. We proberen dat wel in onderwijs. En soms doen we dat ook in 3 groepen of bepaalde differentiaties. Maar nog steeds is het onmogelijk om allemaal hetzelfde keurslijf te hebben. Iedereen is namelijk anders. Het gaat erom dat we speelruimte scheppen. Dus echt speelruimte scheppen. Op dit moment wordt het zo ingedeeld dat werken is taal en rekenen. En de pauze, het spelen, is zogenaamd vrije tijd. Maar dat is natuurlijk niet zo. Speelruimte scheppen betekent dat jij de pauze ook ziet als een hele fijne leeromgeving voor de kinderen. Het gaat om uitdagende ruimtes en hoeken en materialen waar kinderen zelf kunnen ontdekken. Dat kan dus ook rekenonderwijs zijn. Iedere ruimte en hoek heeft zijn eigen functie. En de tijd en de ruimte die moet gemaakt worden om te spelen. En dat kan gewoon vrij spel zijn, dat kan ook begeleid spel zijn. Het gaat om kansen grijpen en kansen creëren. Als begeleider kan je zien van, hé, wacht even. De kinderen willen bijvoorbeeld vouwen, die willen bijvoorbeeld een dansje doen. Grijp die kans en ga dat dansje doen. Of als je hoort van, hé, wacht even, ik hoor dat de kinderen iets leuks willen gaan doen. Creëer die kans door bijvoorbeeld een les voor te bereiden over het onderwerp waar zij het over hebben. Of over iets wat zij graag willen doen.
of over het thema waar je het over hebt. Hè? Als het maar leeft bij de groep kinderen waar je op dat moment mee werkt. Zomaar een lesje omdat het moet, dat is voor niemand stimulerend, denk ik. Er zijn genoeg boeken die heel erg leuk gemaakt worden en nog steeds zien kinderen rekenen en taal als werk. Daar moeten we vanaf. Experimenteer. Wat is er leuker dan samen koken, samen proefjes doen? En wat doe je met koken? Wat doe je met proefjes doen? Wat doe je met boodschappen doen? Dan ben je aan het rekenen. Je bent met taal bezig. Je bent met elkaar bezig. Je bent aan het ontdekken, onderzoeken, ondernemen. Hey, dat waren mijn drie basisvaardigheden om te leren. Ik wil in deze video toch ook nog even vertellen wat je beter niet kan doen in het begeleiden, de ontwikkeling begeleiden via spel. Want ik zie vaak in de praktijk dat mensen het heel goed bedoelen, maar dat het net niet helemaal het juiste is in de ogen van het kind. Probeer te voorkomen dat je productgericht denkt. Bijvoorbeeld door te vragen, wat maak je? Sowieso breek je in. Het kind is ergens mee bezig en ineens stellen wij een vraag. Het kind schrikt zich helemaal een hoedje. En die zal ook denken, wat maak je? Het is de opdracht, ik moet zeker iets doen. Dus doe dat niet. Nou, hier staat hier, proces stoppen door, oh wat mooi te zeggen. Wat mooi is sowieso jouw mening. Een kind beschouwt dat vaak als een compliment. Maar het is gewoon jouw mening. Probeer dan dat ook te voorkomen. Want je geeft een mening en het kind gaat op een gegeven moment dingen maken omdat die alleen maar het complimentje wil horen. Van, oh wat mooi. Natuurlijk, soms is het fijn om dat wel te horen. Zeker als je het meent, maar geef dan ook het proces aan. Wat ben je lekker bezig? Wat heb jij mooie kleuren gebruikt? Ander werk als voorbeeld gebruiken. Kijk, voorbeeldje erbij. Zo moet het. Kind kan zijn hele proces wel... Natuurlijk kan het fijn zijn om een voorbeeld te hebben. Ik gebruik ook wel eens voorbeelden. Maar zo moet het. Laat dat achterwege. Laat het kind creatief zijn. Laat die ontwikkeling vanuit dat kind komen. En als het een voorbeeld nodig heeft, dan geeft hij dat echt zelf al aan. Vertellen wat het kind moet doen. Ik heb op een school gewerkt, een groep 1-2. En een kind moest een bootje maken. En dat moest een vierkant zijn met twee driehoeken ernaast. En er moest een schoorsteentje bovenop. Eén van de kinderen deed schoorsteen, die plakte hem eronder. En ik had zoiets, prima, dat is goed. De volgende dag kwam mijn duo-collega, en die vond het helemaal niks. Dat creatieve van dat kind, dat had niet gemogen. Die schoorsteen moest erboven. Die heeft het werk van dat kind weggegooid en het kind moest het nog een keer maken. Nou, wat zeg je dan? Wat doe je met zo'n kind en wat doe je met mij als collega? Het werk overnemen van een kind. Soms doe ik het wel hoor. Soms vragen ze het ook. Wil je dit knippen? En toch probeer ik te zeggen, nee, probeer het eerst even zelf. Laat eerst eens even dat zelf werken. Het is heel leuk. Moederdag en vaderdag cadeautjes. Hartstikke prachtig. Maar het is niet voor het kind. Het is voor de ouders. Kies je daarvoor? Prima. Maar weet dat het niet voor de ontwikkeling van het kind is, maar voor de ouders. Aan het werk van het kind zitten, dat zie ik met dat soort werkjes. Dan mag het kind twee krassen zetten en de pedagogische medewerker knipt het uit, plakt het op, zet de naam erop, zet hartjes voor mama enzovoort, zet erop. Ja, dat heeft weinig met creativiteit te maken, weinig met spelen en ontwikkeling stimuleren. Het is meer, even een paar krasjes zetten. Iedere keer vragen stellen. Maak ik me ook wel eens schuldig aan, want je kent vaak de kinderen waar je mee werkt. En dan zeg je, joh, hoe is het met je zusje? Hoe is het met je vader of je moeder? Doe dat niet. Als ze lekker bezig zijn, creatief bezig zijn, zijn ze er helemaal uit. En ze denken, hoe is het eigenlijk met mijn zus? Ja, weet ik veel. Die is er nu toch niet. En hoe leuk ik het ook vind, vaak, om dingen te horen. En tuurlijk mag het lekker als je in gesprek bent met het kind, bijvoorbeeld tijdens het lunch of tijdens een ander eetmoment. Gewoon lekker doen. Maar tijdens zo'n creatief speelproces, laat het kind daar lekker in zitten. En ga er niet telkens weer uit door vragen te stellen die er op dat moment helemaal niet te doen.
Heel vaak zijn we geneigd om te verrijken, maar we vergeten vaak twee extra stappen. En dat is verkennen en verbinden. Daar ga ik zo meteen verder op door. Want hoe dan wel? Hoe kunnen we de ontwikkeling stimuleren door middel van spel of spelen? VVV staat voor verkennen. Laat het kind eerst spelen. Kijk naar de situatie, kijk naar de omgeving. En ja, observeer even van afstandje. Wat gebeurt er? Verbinden. Ga eerst verbinden. Ga niet zeggen van, ik kom erbij. Of je kan natuurlijk wel vragen. Maar probeer op een manier in het spel te komen van het kind. Als het nodig is. En verbind met het kind. Hè? Zorg dat die autonomie blijft bestaan. Neem het niet over. Maar ga eerst verbinden. En op het moment dat jij verbindt en verbonden bent, weet jij, hey, wacht even, als volwassene heb ik natuurlijk bepaalde ideeën, waarschijnlijk. Je kan het ook kind het ook vragen van, goh, hè, als we er nou een vierkant papiertje opleggen, wat zal het dan zijn? En verrijk dan vanuit de volgende stap die het kind zou kunnen maken door één dingetje toe te voegen, een andere kijk op het creatieve werk te geven, op het spel te geven, een regel bijvoorbeeld te bevragen van, joh, vinden we dat ook, dat het op die manier moet, of zou het misschien anders kunnen? Probeer ook nog steeds het kind zelf als informatiebron te gebruiken. Je bent samen partner in het spelen. Je doet het allebei vrijwillig. En op die manier kan je dus verrijken naar de behoeften van het kind. Wat heeft het kind nu nodig? En zo kan je dus... Mooi koorts. Leuk hoor. En zo kan je kinderen dus helpen. Zonder daar van bovenaf allerlei dingen in te stoppen. Maar zeker door rekening te houden met de eigen ontwikkeling van het kind. En daarbij aan te sluiten. Dat is wat je doet op dat moment. Door bijvoorbeeld mee te spelen. Vragen te stellen die verder helpen. Die het kind leren na te denken hoe het misschien anders kan. Stimulerende reacties geven. En dat kan natuurlijk nog steeds zijn van, joh, ik vind het zo mooi wat jij nu doet. Dat kan en dat mag ook. En mensen hebben dat soms ook gewoon nodig, zo'n compliment. Maar blijf dat niet de hele tijd herhalen. Want een kind gaat op een gegeven moment alleen nog maar werken voor jouw complimenten. Dus doe daar heel voorzichtig mee. Zing een liedje. Vertel een verhaal. Ik ken genoeg kleine kinderen die daar dol op zijn. Maar ook de oudere kinderen vinden dat vaak nog heel erg gaaf. Alleen vinden ze het niet altijd stoer tegenover elkaar. En hebben ze vaak thuis iPads, tv's, verschillende media, waardoor ze al heel veel weten. Maar soms is dat stapje terug, even relaxen, juist heel fijn. Spannende materiaal erbij halen door te verrijken. Problemen benoemen of creëren, wat ik net al zei. Dus hoe kan je hem nog steviger maken? Een hele leuke vind ik is met Kapla. Dat zijn die blokjes hout. Daar kan je dus mee bouwen. En je kan ook zeggen, goh, als je nou twee gebouwen naast elkaar maakt, kan je dan bijvoorbeeld nog een brug maken. Is dat mogelijk? Nou, vaak vinden kinderen dat heel leuk om te proberen. En gaan ze vaak ook net zo lang door totdat het lukt. Andere kinderen betrekken. Hé, moet je ook weer voorzichtig mee zijn dat je dat andere kind niet in zijn creativiteit stoort. Maar zeker als het een spel is, een rollenspel, dan kan je ook zeggen, goh, brandweerman Kees vindt het misschien wel leuk als wij even bij hem op bezoek komen om in zijn brandweerkazerne te kijken. Nou, dan zie je vanzelf of dat wel of niet oké is. Maar je kan dus ook de kinderen leren van elkaar te leren in het spel. En dat was even kort in vogelvlucht hoe je dus ontwikkeling kan stimuleren via spel. Onthoud vooral dat leren die drie O's zijn. Van ondernemen, ontdekken en onderzoeken. En dat je met VVV heel goed de ontwikkeling kan stimuleren via spelen. En dat is dus eerst verkennen, verkendable. Daarna verbinden, want zonder verbinding met het kind kan je niks. En daarna pas verrijken. En verrijken altijd vanuit het kind, kijkend
wat is de volgende stap of hoe kan ik het net een stapje moeilijker maken of leuker of spannender. Op het moment dat er 20 dezelfde werkjes aan de muur hangen, zal ik als coach zeggen, weet het kind nog wel welke tekening van hem of haar is? Dat heeft met, in mijn ogen niks met de ontwikkeling stimuleren via spel te maken. Tuurlijk kan het ontwikkeling stimuleren zijn. Veel VVE-programma's zitten ook zo in elkaar. Maar dat heeft er niks mee te maken vanuit de theorieën, vanuit de ontwikkeling van kinderen. Ik hoop dat je er iets aan had aan deze video. Heb je er vragen over? Mail me op mail@meesterarthur.nl. Wil je er meer over weten? Zijn dit boeken die ik aanraad om te lezen? Vond je dit een leuke video? Geef dan een duim. Wil je meer van dit soort video's zien? Abonneer dan op mijn kanaal. En voor nu, einde van deze video. Tot de volgende video. Doei.